Hoi, ik wil je graag laten zien waar ons team, Team Red Cobra, mee bezig is. En dit is de eerste video over hun werk. Ze zijn pas begonnen, dus ik zal even laten zien waar het op staat. Het team is Team Red Cobra, dat hebben we gestemd. En we zitten bij de jonge onderzoekers. Op donderdagavond programmeren wij. En het team is precies 10 leerlingen groot. En ik, dus dat zijn 11 in totaal. En we hebben afgelopen donderdag branching gehad. Dus iedereen heeft zo zijn eigen versie. En het was vakantie, dus niet iedereen was er. Maar je kunt al zien wie er wel was. Dat waren de jongens die een passing in de beeld hebben. Die waren er afgelopen donderdag. De rest, die was op vakantie. Nou, we doen samen een game te maken. En we hebben een kaart. Ik heb die kaart gemaakt. En iedereen heeft een kamer in het spel. Nou, dat zal ik nu laten zien. Gaan we het spel eens even aanzetten. Jog, Nanos 2018. Het is het spel, is een avontuur. Ik zet hem even full screen. De kids hebben nog niet gehad hoe je zorgt dat je plaatjes dan mooi uitkomen. Dus het ziet er een beetje vertekender uit. Maar dan kun je het wel mooi zien. Oké, dus het spel doet nog helemaal niks. Want ja, dat moeten de kids zelf doen. Dus hier aan de linkerkant kun je dus de kamers scrollen. Het is niet zo dat je in een kamer bent dat je naar de volgende kan. Misschien dat één of twee dat al hebben, maar zit er niet standaard in. Een soort vals speelding. Dat zijn alle kamers. Want iedereen heeft één kamer. Nou, hier is een kind. Heeft een grapje in zijn kamer gedaan. In plaats van dat hij iets nuttigs doet. Maar dat was ook de oefening. Afgelopen les hebben we plaatjes gedaan. En dat is hoe je een plaatje toevoegt aan een game. Hier heeft, nou, hier zien we een plaatje. Duidelijk een grapje hier. Jaspers slimheid. 100%. Kamer 2. Nou, dit is de meest uitgebreide kamer. Want de deur is dicht. Als je op de knop drukt, dan gaat die open. Maar ja, dan kun je met de muis er niet mee komen. Maar op de kast, dan opent hij een geheime. Dan gaat de kast aan de kant, dan opent hij een geheime deur. En dan zit je min of meer vast, voor zover ik het ziet. Voor zover ik het kan zien. Nou, even kijken, wat hebben we nog meer? Judith is bezig geweest. Ik heb heel veel niks gedaan. Mees heeft het woord hoi. Die is in een checkbox en doet nog niks. Oh, toen wist je into the room of Quinn. Nou, hier kijk op, daar gebeurt alweer wat. De kamer van Quinn is mijn kamer. Met K3. K3 loopt gewoon los, dus geen tralies. Dat wouden de kids wel. Ik heb ze geen tralies zijn nodig. In mijn kamer loopt ze los. Rons kamer, Seneca, nou, die was op vakantie. Dus dit is een beetje waar we nu staan. Dus dat is nog helemaal aan het begin. De game heeft ook nog geen naam. Het wordt een avonturenspel. Nou, dus dit was de voortgang van Team Red Cobra op 23 februari 2019. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!